Ambtenaren zullen binnenkort ook de mogelijkheid geboden worden om een masteropleiding te genieten. Deze toezegging deed de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor-Salim, onlangs in het Courtyard Marriott Hotel bij de certificaatuitreiking van ambtenaren die de eerste fase van de HBO-opleiding, bestuurskunde en overheidsmanagement hebben afgerond. Het antwoord van Binnenlandse Zaken op de vraag waar te beginnen met de transformatie vloeit dus logischerwijs voort uit de verantwoordelijkheden die haar zijn toebedeeld. Het antwoord kan dan niets anders zijn dan dat zij in het overheidspersoneel, het human resource, dient te investeren. De loonwaardering van de afgestudeerde die is formeel gesynchroniseerd aan de bachelortitel. In een resolutie van 18 februari 2020 is die afspraak vastgelegd. En straks, wanneer u uw certificaat ontvangt, zult u een exemplaar lezen. En dan mag u lezen wat u in de toekomst zal krijgen, ontvangen ten aanzien van de waardering. Het spreekt voor zich dat kennis alleen niet toereikend is om een functie naar behoren te kunnen uitvoeren. En passende attitude, mentaliteit en habitus is daarvoor nodig. En eigenlijk moeten we ook eraan koppelen het goed kunnen samenwerken met elkaar. Hoewel er in de opleiding daar ook aandacht besteed wordt, is veel afhankelijk van de opstelling die u zelf heeft. Ik verwacht dan ook dat uw werkhouding erop gericht zal zijn om het overheidsapparaat tot een moderne, betrouwbare, efficiënte en effectieve organisatie te maken. Ik denk dat er al veel is gezegd, maar ik wil bijzonder mijn woord richten tot ambtenaren. Over het algemeen, en minister, u bent een progressieve man. En ik wil een verandering brengen in ook salariering van ambtenaren. Wanneer wij in een organisatie zitten en een samenleving, dan zijn we altijd trots als iemand van een overheid of van een bedrijf excellent functioneert in die samenleving. Maar we vergeten vaak dat veelal directeuren van bedrijven zijn gegroeid vanuit hoge overheidsfuncties naar het bedrijf toe. Omdat we één kenmerkende eigenschap hebben wat bedrijven niet hebben. Wij houden ons aan regels en structuren. En die kennis die we opdoen, gebruiken we wel al in bedrijven om die ordening teweeg te brengen. U bent ambtenaar op een ministerie en ik wil u vragen op een specifieke ministerie uw bijdrage te leveren en een vakdeskundige te worden in procedures. Van de 61 ingeschrevenen hebben 46 ambtenaren van diverse ministeries een certificaat ontvangen. BISA organiseert via de afdeling Vorming en Opleiding deze 4 jaar durende HBO-opleiding voor ambtenaren. De kennis die tijdens de opleiding wordt verkregen, kan direct op de werkvloer worden toegepast, met als uiteindelijk resultaat professionalisering en rationalisering van de overheidsorganisatie. Deze ambtenaren moeten hierna nog 3 jaar studeren om uiteindelijk hun bul te halen. Earl Joyo Kassiran en Sharon Vrede van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer zijn de best geslaagden. Wanneer het gaat om het bestrijden van malaria, is Suriname een van de beste landen in de wereld. Echter vond er een herintroductie van de ziekte plaats in gebieden die al malariavrij waren. Reden genoeg om op 4 maart jongstleden een nationaal malaria-eliminatieplan 2018 tot 2022 stakeholder meeting te organiseren om te werken aan een nieuw plan, zodat de malariaziekte geëlimineerd kan worden.
Suriname is doing. Suriname is one of the most successful countries in the world in terms of malaria control. It has done an excellent job. Malaria is almost eliminated from Suriname, but it still has problems. And problems, a lot of them are related to Brazilian miners coming from French Guiana infected with malaria, and lately Venezuelans and Guyanese coming from the other side of the border with malaria into Suriname. So we need a new plan that will include a strong component for a regional elimination of the problem. Het plan is de basis geweest voor de malaria-preventie en bestrijdingsactiviteiten van de afgelopen jaren. En de focus was op het bereiken van zero cases 2020. Suriname heeft malaria succesvol bestreden, maar heeft recent te maken gekregen met een herintroductie. We hebben ervaring opgedaan van 2018 tot 2020. Die ervaring gaan we dus verwerken in het nieuw plan. Zo moet u het zien. Het werk moet gewoon doorgaan. We hebben een streven om malaria te elimineren in Suriname. En daarvoor hebben we teamwork nodig. Teamwork, mensen van volksgezondheid, werken met onze partners, MZ. Maar ook internationale partners zoals Global Fund, de PAHO, WHO. Alle partners, de malaria-eliminatiepartners, komen dus bij elkaar en kijken hoe we op een strategische manier met hulp van Global Fund een plan kunnen maken, een plan van aanpak kunnen maken om malaria te elimineren. Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich gecommitteerd aan malaria-eliminatie en zal het doel, ondanks deze tegenslag, onverminderd blijven nastreven in samenwerking met alle partners in binnen- en buitenland. De scholengemeenschap in Nikeri, bestaande uit het Pedagogisch Instituut en het IMEAO, is aangedaan door de Commissie Voorlichting Verkiezingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bedoeling is om zoveel mogelijk first voters te bereiken door ze alle informatie te verschaffen over hoe te stemmen en wat er allemaal nodig is om te gaan stemmen op 25 mei 2020. Directeur Dinesh Binda van het IMEAO Nikeri meent dat alle informatie naar de studenten toe belangrijk is. Hij apprecieert het bijzonder dat Nikeri niet is overgeslagen. Elke informatie naar de studenten is belangrijk. Studenten zijn meestal een beetje gemakzuchtig. Ze gaan niet makkelijk op zoek naar informatie. Wij volwassenen moeten naar hun toe gaan met informatie. Dus het is heel belangrijk dat ze goed geïnformeerd worden. Bipat Nawin, student van IMEAO Nikeri, studierichting marketing, heeft de verstrekte informatie als zeer leerrijk ervaren. Ook is ze erg content met het initiatief dat zij gelijk hun persoonsgegevens konden controleren. Ik heb het heel goed ervaren, want ik vond het heel leuk en goed dat jullie allemaal het initiatief hebben genomen. Dat jullie hier zijn gekomen om onze gegevens te checken van onze ID-kaart en al, of we goed zitten aan elkaar. En ja, voordat we gaan stemmen, dat we op de goede plek worden geroepen en gaan stemmen.
De studenten Karishma Ramdan van IMEA Onikeri en Tushania Ramdin van het Pedagogisch Instituut Nikeri geven aan dat de informatie hen goed heeft bereikt en zij nu precies weten hoe te stemmen op 25 mei. Hun oproep naar de kiesgerechtigden is om op 25 mei te gaan stemmen en bewust te stemmen. We hebben hier geleerd hoe we moeten stemmen. Er waren vele dingen die ik nog niet wist, wat ik moest meebrengen en zo. En vandaag door jullie weet ik nu wel wat ik moet brengen. Ik stem wel op 25 mei en ik stem bewust. Mijn boodschap naar de burgers is stem bewust. Stem voor de toekomst van de burgers van Suriname. Het ministerie van Sports en Jeugdzaken organiseert landelijk een viertal clustersymposia in het kader van jeugdgemeenschapsontwikkeling. De launch heeft op zaterdag 29 februari plaatsgevonden in Nikeri. Naast de toespraken hebben verschillende inleiders gezorgd voor interactieve sessies, waaraan 80 actieve organisaties en individuele actieve jongeren hebben deelgenomen die de jeugd als doelgroep heeft. Minister Lalini Gopal van Sport en Jeugdzaken heeft het symposium voor geopend verklaard. Minister, met uw team bedankt dat u toch na 36 jaar zo'n initiatief heeft genomen om te beginnen alvast met uw symposium in die keer. Dank u wel. Maar dan zeg ik dus dat direct. Laten we niet wachten 36 jaar weer. Laten we kijken als wij een korte periode gaan gebruiken van 5 jaar, 3 jaar, 5 jaar om te evalueren en om dan bij te stellen zodat we een stukje continuïteit hebben. Want willen we die ontwikkeling hebben, dan moet er een stukje continuïteit zijn. Ja? En misschien, ik zal straks praten met mijn broer, maar ik ben groter. Het gaat niet alleen maar om eigen overtuiging. Want als we alleen eigen overtuiging gebruiken, zullen we bepaalde dingen verkeerd doen. Het gaat ook om de liefde die we hebben voor het land, de liefde die we hebben voor dit volk en vooral in het bijzonder de jongeren. Maar ook de liefde naar onze naasten toe, die ons ervoor zullen zorgen dat we de juiste beslissingen dus gaan nemen en dat we niet in problemen komen. Dat heb ik ook recentelijk ervaren. Het symposium heeft als doel om de multisectorale aanpak te kunnen verbeteren en te ordenen. Het is de bedoeling dat de gemeenschaporganisaties actief betrokken worden bij de aanpak van de ontwikkeling van de jeugd op gemeenschapsniveau. Vandaag zijn we hier in Nikeri om het startsein te geven voor het Nationaal Symposium. Voor het ministerie van Sport en Jeugdzaken een bijzonder moment, zoals de DC daar net heeft aangegeven. Omdat wij erin geloven dat elke investering ten behoeve van onze jeugd een investering is voor een beter Suriname. En ik denk dat u alle die hier zitten dat met me eens zult zijn, daarom bent u vandaag ook hier. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken, met name het directoraat Jeugdzaken, heeft de zorg voor de ontwikkeling en bevordering van een gecoördineerd en planmatig jeugdbeleid. Waarbij jeugdigen de mogelijkheid geboden wordt om zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige burgers met respect voor anderen en het actief deelnemen aan het sociaal en economisch leven. Belangrijk hierbij is de samenwerking met en de ondersteuning van particuliere en niet-governementele organisaties, die dus ook actief bezig zijn met het jeugdwerk, met de overheidsinstanties welke belast zijn met de deeltaken van het jeugdbeleid. U weet dat we 6 ministeries hebben die belast zijn met het jeugdbeleid. Het ministerie van Sport en Jeugdzaken, het ministerie van Onderwijs,
arbeid, justitie en politie en volksgezondheid. Er is behoefte aan een geïntegreerde en samenhangende beleidsmatige, multisectorale aanpak, waarbij het ministerie van Sport en Jeugdzaken een gecoördineerde en monitorende taak heeft. Daarom hebben wij u vandaag uitgenodigd. In het kader hiervan zal met de uitvoering van dit Nationaal Symposium het ministerie met u als NGO van gedachten wisselen te einde te geraken tot een werkbare, structurele samenwerking en gezamenlijke prioriteiten en visies mee te nemen in het meerjaren ontwikkelingsplan. Het is dus in de praktijk gebleken dat vele activiteiten die door NGO's worden ontplooid, vaak genoeg geen duurzaam karakter hebben. In vele gevallen worden jeugdgerelateerde activiteiten geïnitieerd vanuit de behoeften en prioriteiten in de verschillende gemeenschappen. En wij van het ministerie van Sport en Jeugdzaken willen dat het een structureel karakter heeft. Als wij nu gezamenlijk en eensgezind activiteiten kunnen ontplooien van duurzaam karakter, waarbij er een samenspel is van de beleidsvisies van het ministerie, de behoeften en prioriteiten van de gemeenschappen en uw visie, kennis en kunde, dan kunnen wij gezamenlijk veel meer ontwikkeling op gang brengen in de gemeenschappen. Er is namelijk ook gebleken dat de beleidsvisie van het ministerie geen of weinig bekendheid geniet bij vele gemeenschapsorganisaties. Vandaar dat het ministerie het ook nodig heeft geacht haar beleidsvisie met u te delen. Ik wens u twee hele vruchtbare dagen toe en ik verklaar dus nu dit symposium voor geopend. Ik wens u heel veel succes toe en ik wil u heel hartelijk bedanken. Thank you.